Het muzikale cabaret-trio Enge Buren bestaat 20 jaar. Reden voor een verrassingsshow natuurlijk. Zij denken dat ik ze hier gewoon kom interviewen. Maar dat is niet waar. Ik ga ze ontvoeren naar Studio 1 van TV Gelderland. Hier zitten ze. Ja! Ja! Mag de muziek even uit? Het is echt hier. Kom maar. Jongens, we gaan het helemaal anders doen. Jullie doen je jas aan en jullie gaan met mij mee. Dus dat is geen vraag. Ik zou zeggen, kom op. Kom op, wou nog plassen? Nee! Nee! Ja. Wow. Zo? Ja. Ja, nee, je weet waar het gaat, toch? Nou, de arena. Leuk. Ja. Niet verwacht, jongens. Ja. Dat wordt te gek. Ik voel me echt een popster. En we zijn nooit alle liefde kunnen zingen. Als we aankomen, dat is elke dag. Christine, het wordt helemaal te gek. Ja, jongens. Ja. Aan jullie de eer. Ja, camera's. Fantastisch. Ah. Heren. Dank u, dank u. Voor je ervaring, hè? Zijn we dan? Bravo! Hier zijn ze dan. Enge Buren! Ja! Dus ik zie daar gewoon mensen van. Ja, die heb ik al 50 jaar niet gezien. Precies! Op zoek naar de zin van de onzin. Ja, dat zijn ze. Het muzikale cabaret-trio Enge Buren. Wij zijn de boertjes van het platteland. Vernoemd naar figuren uit een jongensboek, maken ze als Beb, Bob en Bram al maar liefst 2 decennia eigen composities. Koffie. Henk is altijd een beetje chagrijnig 's ochtends vroeg. En blinken uit in hun grappige persiflages van verschillende geleende liedjes. De Enge Buren en Pizza Calzone. Pizza Calzone. Het trio liet zich ook inspireren door namen als André Hazes. Beetje, En ook nummers van K3 en Connie van der Bos werden van stal gehaald. Connie van der Bos, Connie van der Bos, Connie van der... Amateurs waren ze 20 jaar geleden, toen ze toerden met hun straattheateracts. Maar inmiddels staat hun agenda bomvol met optredens. En zijn ze profs. Van Lowlands via de Zwarte Cross terug naar Oerol. Geen festival is zo onbekend. Dit jaar gaan ze met hun billen bloot in hun 5e show De Ware Naaktheid. Hartstikke welkom natuurlijk, het publiek. Heel erg welkom, heel erg lawaaierig publiek gelukkig. En bovenal, welkom Enge Buren. Zijn jullie een beetje bijgekomen van schrik? Nee, ik nog niet. Nee. Doe maar rustig aan, vraag het wel even aan Michiel. Jij wel? Ja, bijgekomen, helemaal... maar wel ontzettend gaaf. Ja. Dat hadden jullie niet verwacht? Leuk. Nee, helemaal niet. En het thuisfront heeft ook niks laten merken, want die wisten ervan. Nee, die gingen naar een voorstelling van een... Een vriendinnetje van Lois, mijn dochter. En dat geloof je dan gewoon? Ja, dat geloof ik gewoon. Ja. Sinterklaas inkopen. Voor mij doen. Heel logisch. Ja. Echt, ik, niet. 0,0. Niet. Maar jij was ook echt heel erg verrast, hè? Dat heel veel mensen zitten die je echt heel lang niet gezien hebt. Ja, ik zie daar gewoon oude vrienden zitten. En dat is altijd Friesland. En, ja, ik zie gewoon mensen Breda. Ik zie ze overal vandaan komen. Ja, Nijmegen. Den Haag. Maar hoe voelt het? Hadden jullie ooit gedacht dat je in een programma terecht zou komen na 20 jaar Enge Buren, dat een beetje in de hoofdrol... Ja. Over jullie zou gaan? Nooit gedacht. Wel van gedroomd. Wel van gedroomd. Ja. Toen Willy Alberti zag, en, dan dacht ik, dat wil ik ook. Dat dacht ik al. 20 jaar bestaan jullie al. En van die 20 jaar hebben jullie echt heel veel jaren gerepeteerd in Popcentrum Jacobiberg in Arnhem. Elke week komt het muzikale cabaret-trio Enge Buren bij elkaar. Ze overleggen, creëren, repeteren en discussiëren. Jarenlang hebben de mannen hier als belhamels hun liefhebberij beoefend. Maar dan komt het punt dat je zegt van oké, dit wordt ons werk. Hoe is dat gebeurd? Het werd ontslagen, zeg maar. Pier was al iets eerder gestopt. En toen speelden we al heel veel hoor in die tijd.
En onze boekhouder, die we destijds al hadden, die zei van jongens, we gaan niet een jaar proberen van te leven. Ja, kun je veel meer repeteren, kun je er gewoon volledig voor gaan. Ja. Nou ja, dat is een stevig besluit. Hebben jullie toen ook echt een bedrijfsplan geschreven? Met een mission wat? Statement? Ik vraag me dat af, want je moet dan gaan bepalen wat je gaat doen. We hebben wel dingen van de Kamer van Koophandel aangevraagd. En onze boekhouder is een oud PSP'er, echt een rode rakker. Ze hebben niks, Kamer van Koophandel, boeven zijn het. Zakkenvullers. Niet erbij gaan. Nee, maar je moet wel nadenken. Van, ja, hoe doen we dat? Dat succes van jullie, dat hebben jullie eigenlijk te danken, onder andere aan jullie boekhouder. Nou. Ja, hè? Zo kan ik het wel zeggen. En ja, je raadt het nooit. Hij is er. Hij is niet hier gekomen vanuit Australië, Rio de Janeiro, komen overvliegen uit Kaapstad. Hij is gewoon met de personenwagen gekomen uit Nijmegen. Dames en heren, handjes op elkaar. Oh. Ja, vooral! Ja, goed! Hey, jongen! Goed zo. Ik dacht, maar waar zit hij? Hij zit er niet. Pierre, kom er even bij staan. Wat zijn wij groot, hè? Ja. Groot geworden, hè? Ja. Door jou, hè? Ben je nog steeds een rode rakker? Of inmiddels een beetje wijzer, verstandiger geworden? Ja, iets rustiger. Ja. Oh, ja? VVD'er inmiddels? Nee. Oké. Pierre, SP, doe maar. Ga lekker zitten. Jouw vrouw zit er al. En geniet even van de show. Misschien kunnen jullie na die tijd nog even gezellig... Zeker weten. Reiskosten kan je ook declareren. Leuk, hè? Ja, dat is wel een verrassing. Ik ben benieuwd wie er nou nog komt. Ja. Een hoogtepunt hebben we al gehad. Ja, jullie staan nu in volle theaters. Vroeger was dat anders. Toen stonden jullie op festivals en op straat en zo. En wat is het verschil eigenlijk, Michiel? Kan jij dat vertellen? Tussen volle en lege zalen? Ja, Heel veel mensen. Nee, tussen volle zalen en op straat en op festivals, dat soort dingen. Ja, kijk, in theater heb je gewoon heb je de volledige aandacht, want de mensen komen speciaal voor jou. Dus in theater kun je gewoon gaan de mensen letten op de teksten. En op festivals moet je toch gewoon soms een beetje gas geven. Maar ik hoor nog niet iets van, oh, dit is veel leuker dan, dit ene is veel leuker dan het andere. Alle twee is even leuk, ja. Ja. Nou, tenzij Lowlands, dat 2005, waar je er een fragment van zag, dat was wel echt heel uniek. Dat was echt heel bijzonder. Dat was echt, we kwamen s'avonds aan. We zeiden nog, jongens, het is een belangrijk optreden morgen. Vroeg naar bed, weinig alcohol. Is niet gelukt. Om 6 uur. 6 uur ochtends gingen we ons bed op zitten. Ja. Maar jullie speelden heel veel op festivals, onder andere ook op Oerol. Ik kom er al 30 jaar bijna, denk ik misschien nog wel langer. Ik weet het niet precies, maar... uitgevonden. Maar ja, dat vond ik altijd zo fascinerend. Met name het straattheater toen... Heel... Kan je iemand noemen, of een trio noemen bijvoorbeeld? Ja, Trio HG, de Zwoele Troelies, dat zijn clubben die ik toen zag, die vond ik wel heel erg leuk. Ja, we vonden met name de Zwoele Troelies wel echt een inspiratiebron. Ja, dat zijn drie leuke vrouwen die gewoon ook van die flauwekul... Hier zijn ze dan. Daar zijn ze dan. Nou, Bob, Depp en Bram. Wij zijn dus de Troelies. En wij zijn natuurlijk hartstikke verheugd dat we jullie zo mogen feliciteren met jullie 20-jarige jubileum. Proficiat! En we vinden het hartstikke leuk natuurlijk dat we hier aan jullie show zijn, maar we konden er niet echt live aanwezig zijn. Maar we zitten namelijk helemaal in Zwitserland. Nou. Ja, we zijn heel ver weg, we zijn aan het overwinteren. En dat doen wij nooit in Spanje, want daar heb je geen winter. Hier hebben we lekker schnitzels en motorknuppels. We wensen jullie natuurlijk een hele leuke voortzetting van de geweldige show die Gelderland jullie heeft aangeboden. De geweldige... Hè? Ja, we gaan even zingen en we wensen jullie veel plezier. Ja, grappig, nog steeds grappig. Ja. In die begintijd hadden jullie ook echt heel veel met dit soort theater, heel veel straattheater. Jullie speelden ook heel veel. En dat ging allemaal heel goed. Heel harmonieus ook. Toch? Ja. In het begin wel. Ja, in het begin wel. Nou, in ieder geval de eerste jaren, ongeveer 8 jaar lang, begrijp ik, hè? De eerste 8 jaar, hebben jullie met heel veel passie en gedrevenheid gewerkt. En dat ging... Jullie waren heel druk en het ging heel harmonieus. Koffie! Hey! Hoe lang rolde dat allemaal soepeltjes door zonder dat daar
problemen, vraagstukken, moeilijkheden of toestanden kwamen? Nou ja, ik denk een stuk of 7, 8 jaar. Toen, volgens mij ontstond het toen omdat we gewoon zo ongelooflijk veel aan het spelen waren. Ja. En we hadden een hele grote tour, iets van volgens mij 90 voorstellingen in theaters. Toen speelden we bijna 3 keer, 4 keer in de week. En dan, dan waren er gewoon wel woorden en die hadden we soms in de bus. Waar heb je dan woorden over? Waar gaan die ruzietjes over? Over de set, over de boekhouder, over boekingen, over... muzikale zakelijke, invulling. Zakelijke dingen. We gingen daar nooit over praten, gewoon, behalve in de bus. En dan, dan was het gewoon echt stevig ruzie. Maar dan stonden we weer bij de theater of in de stad waar we moesten spelen. De deur ging open. Nou ja, prima. En dan was het gewoon weer... Showtime. Showtime. Wat heel veel gebeurde, dat je met z'n tweeën gewoon over de derde zit te lullen. Gewoon. Ja. Zo, die god, die Henk. En dat is gewoon niet goed. Op dat moment tussen Henk en Michiel, maar dat had ook tussen Michiel en mij kunnen gebeuren. Gewoon dat, ja. Dat, ja. Maar goed, dat is dan zo. Bellen jullie dan elkaar de volgende dag op en dan zeg je, sorry man, we gaan weer liedjes maken? Natuurlijk niet. Toen zijn er kerels. Maar ik ervaar het al eens. Dat is de tweede, de allereerste keer dat het echt toch ook heftig is geleerd. Was dat Michiel Kinn een zoontje kreeg, Annemarie zwanger was. Ja, maar wat is daar het probleem van, dat jij kinderen krijgt? Nou, Pier was natuurlijk toen de tijd echt, die ging alle kanten op, alle steden losgeslagen. En met een kind heb je toch een soort binding, tenminste zo ervaar ik het nog steeds. Ik dan inderdaad, Pier was bang denk ik dat we veel minder zouden gaan spelen. Zeg maar, Pier die wilde destijds, en misschien nu nog, maar moet je zelf zeggen, gewoon wel 7 dagen in de week een podium staan. Nou ja, en Michiel en ik minder. Ik kan wel zeggen, ik was helemaal... Ik dacht, gadverdamme, hier heb ik geen zin in gewoon. Ik was wel heel erg aardig gestreed en ik heb Michiel ook niet kunnen feliciteren gewoon. Ik heb me daar mijn excuses ook wel later voor aangeboden, maar ik heb helemaal geen zin in een band met kinderen. Nee. Ik wil gewoon een tour, door Frankrijk gewoon met z'n drietjes. Je zei toen van, ik wil niet bij iemand in een band spelen met een kind. Ja. Dat zei ik meteen, dan moet je een andere band zoeken. Maar het is best wel heftig geweest. Begreep je daar iets van? Ik begreep van de ene kant wel zoals Pier is, natuurlijk. Maar ik had zelf, kind, dat is gewoon iets allesomvattends. En dan is een bandje maar een bandje. Ja. Ja. Dus daarin verschillen we natuurlijk heel erg. Ja maar ik heb bewust geen kinderen gewoon. Nee. Dus ik vind dat ik wil leven. Feestuigen gewoon. Met kinderen heb je geen leven. Wat hebben jullie toen gedaan, toen die botsingen ontstonden? Hebben jullie daar iemand bij gehaald? Ja, een vriend van ons die ook onze eerste theatershow heeft geregisseerd, Robert van Leeuwen. Die wou wel als mediator fungeren. Maar dat is een hele goede keuze gebleken. Ja. Want daarna konden jullie met z'n drieën verder. Mm-hmm. Ja, dat soort dingen zijn wel vrij goed. Kunnen we aardig parkeren en dan... alleen het is wel belangrijk om dingen... Je moet werk en ruzie uit elkaar houden. Ja, precies. Ja, Michiel, ik hoorde jou al iets zeggen, namelijk net als nu. Hoe is het nu? De sfeer is goed? Ja. Dat is fijn. Ja. Dat is fijn. Dat is ook fijn voor het publiek. En dat betekent ook dat de man die daarvoor gezorgd heeft, dat hij zijn werk goed gedaan heeft. En je raadt het niet. Hij is er. Zijn vrouw is er. Acteur, coach en mediator, Robert van Leeuwen. Mensen... Handen op elkaar. Hij is er. Daar heb je ook wat. Daar heb je ook wat. Kom maar. Nou, kom er even bij staan, Rob. Kom even tussen mij in staan of zo. Of tussen, even een beetje zo. Een beetje zo. Goed zeg, die snor. Ja. Voelt dat fijn zo, tussen de heen en weer? Ja, dat voelt heel veilig. Hebben jullie ook dit soort oefeningen gedaan tijdens de sessies? Mekaar aanraken en zo? Alleen maar. Ja. En, af en toe met een tennisracket flink slaan op een kussen. Dat ontspant. Ja, zeker nog. Robert. Ja? Hoe bijzonder is het dat zij 20 jaar bij elkaar zijn gebleven? Ja, ik denk heel bijzonder, hè? Ik bedoel, de meeste huwelijken, hoeveel jaar geef je ze? Maar het is bijzonder, ja. En ook hard werken, dat heb je net wel gehoord. Ja. Denk je dat zij nog een keer bij jou zullen terugkomen? Ja, of zijn ze uitbehandeld? Regelmatig. De grootste artiesten hebben iemand die naast hun vrouw hebben ze natuurlijk ook nog...
een coach staan, dat snap je. Ja. Oké, Robert, dankjewel. Okay. Een rukje los van de man. Ik weet dat het moeilijk is, het is niet makkelijk. Ga daar even zitten. Jongens, rustig ontspannen, daar, hè? Ontspan. Daar dus. Daar. Oké. Okay. En goed. Show. Had ik echt niet verwacht. Nou, gezellig. Kom binnen. Wow, lekker veel kleur, man. Hé, je weet je zeker dat hij weg is trouwens? Nee, serieus achter het. Check, alsjeblieft. Pia? Hij is weg. Jij bent nep, hè? Hij is echt weg, hè? Hij is echt weg. Oh, is dit Pia's invloed in huis? Of? Als ik heel eerlijk ben, is de enige invloed van Pia in deze dat ik het vetorecht heb gekregen om me uit te leven. Dat heb je dus ook gedaan. Ja. Oh, lekker. Dat is natuurlijk Pia's favoriete. Dat krukje? Krukje, ja. Zit hij daar het meest op? Daar zit hij eigenlijk wel het meest. Als hij niet ligt, hè. Wij hebben ook wel daar een regel. Wat veld hebben jullie voor regel? Als hij ligt, dan sta ik in de keuken. En dan houden we elkaar niet, vallen we elkaar niet lastig. Dus als hij ligt, weet jij dat je je mond moet houden en dat doe je dan wel. Jij snapt het. Ja. Dat is mooi, zeg. Ja. Ja, dat is, ik denk dat heel veel mensen wel jaloers zijn. Ja, dat denk ik ook. Dus hier is het domein van de enge buur Henk. Ja. Leuk, gitaar zie ik meteen al staan. Ja. Word je elke avond toegezongen? Ja, dat zou het willen. Nee, maar het gebeurt wel heel regelmatig dat wij na het eten gitaar erbij en zingen. Ja, en dansen is ook wat leuk. Doet. Ja. Ga je mee met elk optreden? Nee, ik krijg die vraag wel vaker. Ga je mee naar elk optreden? En dan zeg ik vaak ja, ik ga mee naar elk optreden. Pia gaat ook altijd mee naar mijn werk. Vindt hij leuk, komt hij lekker naast me zitten. Nee, ik zie jouw man ook niet hier nu. Nee, dat vind ik heel jammer. Hij komt vandaag dus niet. Kom binnen. Ja, dankjewel. Hoi. Oh ja, het zijn de kinderen. Het is het domein van enge buurman Michiel. Ja, dat klopt. En jij bent zijn vrouw. Ja. Ja, al heel lang. En heeft hij nog een speciale plek hier of een speciaal dingetje wat echt nou typisch van Michiel is? Oh ja, dat zijn deze, nou sowieso alle singeltjes die hier boven de kast staan. Oh ja. En dat is echt maar een heel klein gedeelte van wat hij heeft. Hij heeft er echt duizenden. Hoe is het om zo'n vader te hebben die zo vaak weg is? Nou, het is wel, overdag is hij gelukkig wel vaak thuis. En s'avonds is hij er alleen niet. Maar daar hebben we natuurlijk Anne-Marie ook voor. Precies. Heb je last van groepies? Niet meer. Vroeger? Nou, het heeft maar heel kort geduurd. Maar ik ben wel in het begin echt heel jaloers geweest. Dat kende ik eigenlijk niet zo van mezelf. En ik had ook nog niet eerder een vriendje wat zo zeg maar in de belangstelling stond af en toe. Maar dat vond ik in het begin wel heel lastig. In het dagelijks leven is die voor mij gewoon, Henk. En als wij op straat lopen, op bijvoorbeeld een festival, of dan ineens komen er allemaal mensen en die klampen hem aan. En dan sta ik in de wachtstand van Henk, gaan we nog door? Ja, en dan realiseer ik me dat hij de aandacht trekt en dat mensen hem leuk vinden. En dan word ik even geconfronteerd met dat gegeven. Ik heb nog wel eens dat ik wel nieuwsgierig ben van wie was dat dan of zo, hè? Als ik zo'n naam vaker hoor. Of, maar dan vind ik het eerder, eerlijk gezegd, nog leuk dat hij dan nog een beetje goed in de markt ligt. Dan dat ik jaloers ben. Mooi, hè? Zo'n leeftijd krijg je op een gegeven moment. Ja, nou, ja, dat moet ontzettend moeilijk voor jullie zijn, dit, hè? Ja, dat is echt moeilijk moment voor jou ook, Astrid. Ja. Ja. Nou, zo'n korte ja zegt heel veel al. Pier heeft zijn eigen genre, hè, in de groupie section. Dat is namelijk de senioren dames. Het gemiddelde is wel steeds hoger komen liggen, ja. Ja, en daar kan je natuurlijk niet mee concurreren. Nou, ik kom zelf ook wel steeds dichter in de buurt. Dat is waar. Maar hij heeft het heel bond gemaakt. Ooit. Ooit, ja. Pier. Ja, ik ga even naar jou, want jij hebt het ooit echt ontzettend bond gemaakt. Want na een wilde avond, deze hebben we niet meer nodig, heb jij een oudere dame naar huis gebracht. Ja. En vervolgens bij het afscheid zijn daar dingen gebeurd die het daglicht niet konden verdragen. Ja, die vrouw heb je hier natuurlijk. Hoi, hoi, hoi. Broek uit. Ja.
Nu doe je nog stoer, Pier, maar wacht nog af. Nee, wat gebeurde er? Ik moest heel erg nodig plassen. En toen nodigden ze mij dus ook uit. Dus van, nou, wil je nog wat drinken? Maar toen stonden we uiteindelijk in de woonkamer en kreeg ik mijn biertje. En toen pakten ze me een beetje vast. En ze toen zei je niet, nee, ik heb een vriendin. Nee, heb ik niet gezegd, nee. Ik denk, die vrouw die moet ook nog weer een pleziertje hebben in het leven. Nou ja, en ik moest een beetje bukken. En toen kwam ze echt met die lipjes zo naar me toe. En toen kwam er echt zo'n... Je pony. Pony. Ik heb je verteld, schat. Ja? 10, 20 keer. Wat het aangeeft is dat jullie fans, die bevinden zich in alle leeftijdscategorieën. Jullie hebben dus oude fans, jonge fans. Er zitten hier ook een aantal jonge fans. Jullie hebben trouwe fans. En jullie hebben fans die wel heel erg ver gaan voor hun idolen. En ja, er is één fan, Henk. Jorm. Ja? Laat je verrassen. Ja, oké, ik laat me verrassen. En hier is hij, de grootste fan van Engeburen, Jorren Jansen! Yo! Hoe grote fan ben jij eigenlijk, Jorren, van Engeburen? Ik denk toch de kleinste die er is, met de meeste optredens op mijn naam. Oh ja, hoeveel zijn dat er dan? Ik ben, ik geloof 2 jaar geleden gestopt met tellen, toen zat ik rond de 250. Waarom ga je zo vaak naar die optredens toe? Nou, sowieso, het is gewoon echt gewoon zulke leuke, aanstekelende muziek. Alles wat je lekker vindt, doe je vaak bij. En het geeft elke keer weer zo'n lekker gevoel? Ja. Wat betekenen zij voor jou? Heel veel. Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Je denkt er continu aan. Tenminste, elke dag wel een paar keer. En als ik een pizzacourier zie rijden, dan denk ik aan de pizza calzone. Op jouw tatoeage staat nummer 4. Waar staat dat voor? De nummer 4, dat heeft eigenlijk meerdere oorzaken. Maar toch wel, ik denk de grootste oorzaak is dat na de Engeburen zelf hun personeel, hun partners... ik toch wel degene ben die de teksten het beste kent. Dus vandaar dat ik eigenlijk gewoon een beetje de vierde Engeburen ben. Zo voelt het ook een beetje. Ja? Zou je Rodi willen worden bij hun? Ja. Ik hoef daar niet lang over na te denken. Nee. Hoe vind je hem? Ik vind hem mooi. Ja, dit is wat je altijd al gewild had? Ja. En bij deze ook van harte gefeliciteerd met jullie 20-jarigen bij elkaar zijn. En ik heb een leuke tegenprestatie voor jullie. Ik begin opnieuw met tellen. En als ik bij de 250 keer ben, het zal ongetwijfeld een tijdje gaan duren. Maar dan mogen jullie mijn naam ergens op het lichaam laten tatoeëren. Wacht even, begrijp ik dan goed dat zij jouw naam op hun lichaam getatoeëerd moeten hebben? Ja. Leuk. Tof. Het zijn maar 4 lettertjes. Ja, dat is waar. Dat is waar, we hebben het over. Dus jullie hebben het voorstel gehoord van Jorn. Ja. Op welk lichaamsdeel had je het gedacht, Pier? Dan wordt het aan de onderkant van mijn voet. Mooi, mooi. In mijn bilspleet. Heel veel ruimte. Gewoon, dat blijft voor mij niet zoveel meer over. Ik denk op mijn voorhoofd, denk ik. Dan toch maar. Ja. Jullie maken voor alles mee met elkaar dus, tijdens het toeren. Bij jou is er iets heel heftigs gebeurd tijdens een optreden. Ja, we waren aan het spelen in Hellevoetsluis in het theater. En mijn moeder was al heel lang ziek, eigenlijk langdurig ziek. Maar het was allemaal nog... in de tweede set, en dan moet ik me verkleden als een kaboutertje. Ik kwam dus even in de kleedkamer en dan ga ik me omkleden. En toen zag ik op mijn telefoon dat mijn broer had gebeld. Dus ik denk, nou, bel hem even terug. En toen kreeg ik te horen dat mijn moeder was overleden. Ja, dat was even heel raar. Maar ja, ik denk, ja, ik kan nu ook niet op het podium lopen. Zo van, jongens, ik... Dus ik heb een kaboutermutsje opgedaan. Ik ben het podium opgelopen en ik heb mijn actje gedaan. Aan het eind van de act, dan schiet ik mezelf ook nog door de kop. Het gaat wel heel erg ver, Pier. Vinden jullie dat niet? Vinden jullie niet dat dat heel ver gaat? Dat je op zo'n moment... Ik denk dat wij hetzelfde hadden gedaan. Ja, hier in Helden ook. Ja, we weten van elkaar van ja,
Dat zijn zulke heftige dingen die... Maar ja, we hebben ik weet nog dat we er ontzettend van hebben zitten lachen. Want de eerste tekst die Pier zei, maar als die kabouter op, dan was... Jonge. Nou, toen had hij dus net gehoord, ja, dus... Als je dat er allemaal bij elkaar zit, ja, en dat, gelukkig kunnen we ook gewoon heel hard met z'n drieën omlachen. Bij jou is je vader overleden. Ja. En daar hebben jullie een tour voor afgezegd. Ja, we zouden naar Bosnië gaan. Kijk, als je goed optreden, dan is het anders dan een tour. We zouden een week naar Bosnië gaan. Ik wil daar ook nog wel op zeggen, daar heb ik ook wel heel veel spijt van gehad. Gewoon, toen Henk dat vertelde, dan ging bij mij gelijk een knopje om zo van shit. Bosnië, ja, die mensen rekenen op ons. Ik ben heel erg plichtsgetrouw. Gewoon denken, toen heb ik nog wel, ja, ik weet niet met heb je mij gebeld, met, ja? Wat doen we hiermee? Zo, ja. Van, moeten we nou met z'n tweeën gaan en zo? Weet je wel. En, nou, Michiel was heel duidelijk, nee, natuurlijk niet gewoon. Ja, want die lieve man die wordt ook begraven gewoon. Ja, je bent dan toch gewoon heel goede vrienden van elkaar. En, ik zag mezelf wel in de spiegel even zo, dit klopt niet gewoon. Ja. Maar ik ga gewoon, wat dat betreft, bijna overlijken. Wij zijn de enge buren met Pop en Bram. Hollerie, hollerie. Op een later moment gingen de jongens alsnog voor een indrukwekkende reis naar Bosnië. Want enge buren zou enge buren niet zijn als ze zich uit het veld lieten slaan. Wat ik heel krachtig van ze vind, is dat inderdaad, tuurlijk, af en toe krijg je wat mee en denk je, oh mijn god, als dat maar weer goed komt. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat het wel weer goed komt. En wat ik dan heel mooi vind, is dat met de wetenschap van wat er dan eventueel gebeurd is, je ze op het podium ziet staan en denkt, jongens, er is helemaal niks aan de hand. Want als ze samen op het podium staan, dan is het gewoon... dan zijn het gewoon nog steeds eigenlijk drie jonge honden die onwijs veel lol hebben in het samenspel. En dat is niet gespeeld. Dat vind ik heel mooi. Dat is heel puur. Ja. En dat vind ik een enorme kracht. Daar kan ik nog steeds kippenvel van krijgen. Dat vind ik heel mooi. Ja? Ja. Ja, vind ik ook. Jullie hebben een hele lange, echt professionele carrière inmiddels. Maar landelijk gezien zijn jullie nooit echt doorgebroken op primetime, DWDD, de huisband, iets in die trant. Waar heeft dat mee te maken, Henk? Nou ja, wellicht dat we niet schreeuwen dat we de beste zijn en gewoon lekker gaan spelen. Had je een grotere bek moeten hebben, denk je? Ja, wellicht. Ja. En hadden jullie dat gewild? Nee, dat zit past niet in ons. We staan 20 jaar en als we nou met die ene hit die we hadden gehad al die discotheken langs moesten gaan, ja, dan waren we al lang opgedoekt, denk ik. Ja. Tenminste, denk ik. Ja, dat, ja. Nou, dat zou... Had jij eens nog aan het slaan? Oh, shit. Ja. Misschien geen bekende Nederlanders, maar in Gelderland toch wel heel erg gewaardeerd. Nee. Misschien mag je mee. Ja. Wel zien, maar niet aanzetten. Iemand die zich met hart en ziel inzet. En die anderen daarbij inspireert door net dat beetje extra. Die komt in Arnhem in aanmerking voor een prijs. Toch, Piet? Pauline Krikke, jij bent een van de mensen die de Arnhemse Piet heeft mogen ontvangen. En dat is om de volgende reden. Kan je dit even omhoog houden? Kan ik het voorlezen voor je? Het is aangeboden door het bestuur van de stichting Arnhemse Piet uit waardering voor je bestuurlijke en menselijke daadkracht. Onder jouw bezielende leiding is het creatieve hart van Arnhem sneller gaan kloppen. Wat doet jou dat? Nou, ik vond het ontzettend leuk dat ik hem kreeg. Ja, dat ontroerde me en dat vond ik echt heel bijzonder. Hij is ook ontzettend mooi. Geraldine Lodders heeft hem ontworpen. En het is echt een verschrikkelijk mooie prijs. Bij de Arnhemse Piet hoort het draaginsignaal. En die kan je dan dragen, zodat iedereen kan zien dat je de Arnhemse Piet gehad hebt. Kom maar op met die tissues. Ja. Ja. Jullie verwachten natuurlijk nooit wat er nu gaat komen, maar het is echt zover. Deze prijs, de Arnhemse Piet, niet Zwarte Piet, de Arnhemse Piet, gaat overhandigd worden aan jullie. Uit naam van Omroep Gelderland, maar door niemand minder dan een hele grote inspiratiebron voor jullie en een oude bekende. Hier is die mensen. Mag ik nog één keer een daverend, te gek applaus voor George Spijker! Ja jongens, moet je luisteren, het is niet zomaar een prijs, maar de stadsprijs. Kijk. En ik vind het ontzettend leuk dat ik die uit mag reiken. En ik heb gerepeteerd wat op de doos staat.
Maar ik ga het nog even voorlezen gewoon. Okay. Aangeboden door Omroep Gelderland voor 20 jaar onafgebroken en eigenzinnig cultureel vermaak. Ja. Deze boys. Kijk, wow. Dit is hem. Ziet jullie prachtig uit? Ja. Geweldig, toch? Ik mocht van jou overhandigen. Ja. Oh, shit. Oké. Okay. Van harte gefeliciteerd. Ja, jij ook. Bedankt, hè. Ja, dankjewel. En je krijgt een lege doos. Hey. Hoe vonden jullie het? Ik vond het geweldig. Ja. Ja, zijn vereerd. Ja. Niet verwacht al. Ik voel me net in de hoofdrol. Ja, schitterend. Ja. Met deze mooie woorden sluiten we het programma af. En let wel, dit is de eerste van 2 shows. Morgen is er nog een show over Enge Buren. En dat is De Ware Naaktheid, een nieuwe theatershow. Maar nu gaan wij nog even door met feesten. En jullie, tot morgen. Bedankt voor het kijken. When the sun shines on the mountain and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the newborn hay. I can hear God's voices calling on my golden skylight way. And a new allemaal! Una paloma blanca. Bird in the sky, una paloma blanca. Over the mountains I fly, no one can take my freedom away.